Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag 19 januari. Al 2 dagen achter elkaar zien we op de dashboard een enorme stijging voor wat het aantal positief geteste mensen betreft. Eergisteren stond de teller op 1404 en daarmee schoot ook het percentage flink omhoog. 55,8%, terwijl dit onder de 10% moet zitten om te kunnen zeggen dat de situatie onder controle is. We kijken nu even naar de cijfers van het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn 1351 personen positief getest op het zeer besmettelijke ziekte. Er zijn 2950 swabs afgenomen, waarvan 1599 negatief bleken te zijn. Alleen de maand januari zijn er 14187 personen positief getest. Het percentage zit nu op 45,8%. 5 mensen hebben het leven gelaten. In het Slans Hospitaal zijn er 2 patiënten overleden, in het regionaal ziekenhuis 2 en 1 persoon heeft in Ikeri in het Moongera Medisch Centrum het leven gelaten. Sinds de pandemie zijn intrede deed in maart 2020 zijn er 1221 mensen overleden aan corona. Op de intensive care unit zijn 12 zieken opgenomen en in de ziekenhuizen zijn dat er 78. De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats in Paramaribo, gevolgd door Wanica en Komowijnen. Vaccinatie of inenting is de injectie van een vaccin in het lichaam waardoor je antistoffen aanmaakt die je beschermen tegen een infectieziekte. Als je in aanraking komt met de echte virussen of bacteriën, dan herkent je lichaam die en worden snel extra antistoffen aangemaakt. Je wordt dan niet of veel minder ziek. Vaccinatie is de meest effectieve en goedkope manier om bepaalde infectieziektes te voorkomen. In het parlement gaf onze gezondheidsminister middels een presentatie aan hoe elk vaccin ons beschermt tegen meer dan 14 ziektes. Vaccinatie beschermt tegen meer dan 14 ziektes. Dat is aangetoond, dat is data welke beschikbaar is. En u ziet daar rechtsonder COVID-19 die recentelijk is toegevoegd. Maar waarom ik dit heb gezet is dat wij de focus niet mogen verliezen dat andere infectieziekten om de bocht liggen en dat we dat gaan verwaarlozen en gaan twijfelen aan vaccineren in het algemeen, dat wij straks niet te kampen krijgen met een mazelenuitbraak op een school. Of dat wij niet een kinkhoesuitbraak hebben ergens in een week. Of dat de kans op het krijgen van baarmoederhalskanker gaat toenemen als we gaan verwaarlozen dat onze jonge meisjes gevaccineerd moeten worden met het human papillomavirus vaccin, HPV-vaccin. Dus dit geef ik alleen aan, want de focus is alleen geweest op COVID-19, geef ik toe. Maar de andere campagnes, andere programma's, die moeten draaiende blijven. En ook daar pleegt de regering investeringen om deze programma's zoveel als mogelijk draaiende te houden. Internationaal, als we kijken naar de regio, waar we ook participeren aan webinars, zie je duidelijk dat het een algemeen probleem is wereldwijd, dat de nationale immunisatieprogramma's allemaal schade ondervinden van COVID-19. Vaccins bestaan meestal uit onderdeeltjes van bacteriën of virussen, of soms uit geïnactiveerde virussen die de ziekte niet kunnen veroorzaken. Ze bevatten onderdelen waarop het lichaam kan reageren, bijvoorbeeld door antistoffen te maken, zonder zelf de ziekte door te maken. Vaccinatie is dus voor het lichaam een soort eerste kennismaking met een bacterie of een virus. Het lichaam leert hoe correct erop te reageren, zodat de bacteriën of virussen de ziektes niet kunnen veroorzaken wanneer je er later mee in contact komt. Vaccins kunnen bijwerkingen geven, maar ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat vaccinaties bepaalde ernstige of chronische ziektes zouden veroorzaken. We nemen ook vandaag een kijkje op de vaccinatiedashboard. Deze informatie kunt u ook terugvinden op de site laatjevaccineren.sr en ook op de website van het BOG. Het totaal aantal gevaccineerden met minimaal 1 dosis zien wij dat er 263.655 mensen hun eerste prik hebben gehad. Dat brengt het percentage op 43,86% van de totale populatie en 54,74% van de doelgroeppopulatie. Kijken we naar hoeveel prikken er gezet zijn onder gedeeltelijk gevaccineerd, zien we de teller op 32.301 prikjes en dat is 5,37% van de totale populatie en 6,71% van de doelgroeppopulatie.
Bij volledig gevaccineerd zien wij dat er 231.354 prikken zijn toegediend en dat brengt ons op 34,48% van de totale populatie en 48,3% van de doelgroeppopulatie. 34.643 prikken zijn toegediend als boostershot, wat ons brengt op 5,76% van de totale populatie en 7,19% van de doelgroeppopulatie. Er wordt nog steeds gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, het Pfizer-vaccin en het Sinopharm-vaccin. De priklocaties kunt u terugvinden op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid en op de website laatjevaccineren.sr. Tot heden zijn er totaal 529.652 prikken toegediend. Het is bijna de normaalste zaak van de wereld. Juist ja, mondkapjes. Best lastig, want je krijgt het er soms warm van of ze zitten gewoon niet lekker. Maar toch is het dragen van mondneusbedekking een belangrijk wapen in de strijd tegen COVID-19. Maar waarom dan? Het coronavirus dat verspreidt zich door de lucht in vochtdruppels. Deze komen vrij als we praten, niezen, hoesten, zingen, lachen of schreeuwen. Deze vochtdruppels blijven zweven in de lucht en belanden na ongeveer 1 tot 1,5 meter op de grond. Daar komt dus ook de COVID-afstand van 1,5 meter vandaan. Een mondkapje zorgt ervoor dat een groot deel van de vochtdruppeltjes wordt opgevangen. De vochtdruppeltjes die niet door de stof van het mondkapje worden opgevangen, komen nu in golfjes naar buiten in plaats van in een stroom. Hierdoor kunnen ze minder afstand afleggen in de lucht. En dat is beter, want dat verkleint de kans dat ze terechtkomen op een andere persoon of een voorwerp. Dus waarom moet jij een mondkapje op? Het kan zijn dat jij drager bent van het coronavirus. Je hoeft niet eens ziek te zijn, dus je weet het niet eens. Maar je kan wel andere mensen ziek maken, want ze zijn kwetsbaarder dan jij. Dus neem je voorzorg, doe je mondneusbedekking op en bescherm anderen. COVID-19 de futang. Dat mek om kibri ons revi naar en trouwang. Cheryl Dijkstiel zit in het parlement en is de voorzitter vaste commissie van het ministerie van Volksgezondheid. Middels een presentatie bleef zij stilstaan bij de vaccinatiecijfers die wereldwijd gepubliceerd worden. Merkwaardig is de zeer lage vaccinatiegraad in Suriname vergeleken met de andere landen. Het zijn de ongevaccineerden die een dreiging vormen voor de samenleving. Let wel, het gaat niet om discriminatie. Aldus Cheryl Dijkstiel onlangs in het parlement. We hebben per vandaag 9,37 miljard doses vaccin toegediend in 184 landen. Ongeveer 40 miljoen doses per dag. Bijna 4 miljard mensen in de wereld zijn volledig gevaccineerd. 500 miljoen heeft een booster ontvangen. En ongeveer 50% van de wereldbevolking is gevaccineerd. We hebben in Suriname, zoals de minister aangaf, een zeer lage vaccinatiegraad. Je kunt de cijfers zien op de vaccinatiedashboard van de webpage. En ik denk dat we dit moeten blijven zeggen. Het heeft niets te maken met stigmatisering of discriminatie. Maar het is vooral een eye-opener. Dit is bewezen. Ongevaccineerden blijven een gast voor nieuwe varianten, omdat het virus vrij de mogelijkheid heeft om te vermenigvuldigen dan wel te muteren. Dus ongevaccineerden blijven een dreiging. Dat is geen discriminatie of vaccinatiediscriminatie. Het is de realiteit. Het is bewezen dat als jij gevaccineerd bent, het virus minder kans heeft om te vermenigvuldigen en dus minder kans heeft om te besmetten. Niemand zegt dat je niet besmet raakt, maar de kans is veel kleiner. Laten we dat vasthouden. En waarom is die verhouding belangrijk? We praten over ongeveer 125 doses gegeven voor elke 100 mensen over de hele wereld. Maar die verdeling is scheef. In de rijke landen wordt er 10 keer sneller gevaccineerd dan in Suriname. Houdt u dat vast? Vaccinatie werkt. Israël heeft het aangetoond, de Scandinavische landen hebben het aangetoond. Vaccinatie is een eeuwenoud epidemiologisch instrument, dus er bestaat geen twijfel over. Maar houdt u vooral vast dat vaccinatie een middel is. Het is geen doel,
Het doel dat wij nastreven is een veilige omgeving. Een veilige werk, school, thuis, DNA, regering, omgeving. Gesproken over voorbeeldgedrag. Hoeveel van de DNA-leden zijn gevaccineerd? En de bijwerkingen van het vaccineren zijn niet zorgwekkend. Het voordeel van het vaccineren is veel groter dan het niet vaccineren. En we hebben verschillende internationale websites waar we kunnen kijken wat de bijwerkingen zijn en hoe die werken. Dat is voor iedereen toegankelijk. Dus de stroommannen hier aanhalen, drogredenen hier aanhalen. Gebruik je verstand, ga op die website, ga kijken, kijk naar het evenwicht. En dan kom je goed beargumenteerd zeggen waarom je vaccineert of niet. Vooralsnog is in Suriname vaccinatie kosteloos. Het is beschikbaar naar keus. Laten we erop aandringen dat de Surinamer gezegend is. Dat zij de keuze heeft tot 3 vaccins. En dan in jouw achterhoofd die wereldverhoudingen. Waar mensen geen toegang tot vaccinatie hebben. We hebben een ernstige uitdaging met zorgpersoneel. Nog een typo, maar het moet de pret niet drukken. Ons zorgpersoneel is uitgedund. Die is dus nog meer overbelast en onderbezet. Want het zijn ook mensen en die raken ook besmet. Vrijwel alle afdelingen van het AZP heb je mensen die besmet zijn. Heb je personeel dat besmet is. We hebben een aantal besmette zwangeren erbij. Met zeker 11 verloskundigen die besmet zijn. Wie gaat wie verplegen? Wie gaat wie verzorgen? En tenslotte, voorzitter, via u. COVID-19 is here to stay. Laten wij ons bewapenen ertegen en doorgaan met ons leven. We hebben een land te heropbouwen. COVID is here to stay. Dus laten we ons vaccineren ertegen. Minister Amara Madin van Volksgezondheid ontkracht dat corona niet over ambulance en artsen beschikt. Hij heeft zich zaterdag in het Kokosdistrict georiënteerd. Ik heb ter plekke 2 artsen aangetroffen en ook een ambulance. Het is niet waar dat corona verstoken is van artsen en een ambulance. Zoals assembleelid Edward Belfort, ABOP, onlangs heeft beweerd in de Nationale Assemblee. Zegt de bewindsman in gesprek met Star News. Ramadin merkt op dat de integriteit van Belfort op het spel staat door onwaarheden in de Nationale Assemblee te verkondigen. Op vrijdag 14 januari vond op het ministerie van Volksgezondheid de officiële overhandigingsceremonie plaats van een gulle schenking van chirurgische gezichtsmaskers door de regering van Duitsland in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, de PAHO. De geschonken artikelen zijn opgeslagen bij het BGVS, Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening in Suriname, en zullen door het ministerie van Volksgezondheid worden gedistribueerd onder diverse zorginstellingen in het land. De 462.500 chirurgische gezichtsmaskers werden aangeschaft via de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, met financiering vanuit de regering van Duitsland en overhandigd op het secretariaat van de minister in aanwezigheid van onder andere de minister van Volksgezondheid Dr. Anders Amar Ramadin, de directeur van Volksgezondheid Dr. Anders Rakesh Gayadar Sukul, Dr. Karen Lewis Bell van de PAHO WHO-vertegenwoordiger in Suriname en de honorair consul van Duitsland Dr. Anders Kurt van Essen. We zijn met deze informatie dan ook weer aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Blijf de juiste kanalen volgen voor de juiste informatie en stop met het luisteren naar negatieve informatie van mensen die alleen aan zichzelf denken en niet willen dat jij jezelf beschermt. Zie het als een plicht en laat je vaccineren om zo spoedig mogelijk uiteindelijk uit deze situatie te stappen. Hoe weer ik baan COVID? Elke dag, de hele dag door alleen maar COVID. Ellenlange discussies over COVID, frustraties over COVID, elke dag doden door COVID. Go stop Ashodis en go vaccineer. Ashodis, anouan boon show. Go take your spoiti. We zijn er vrijdag weer. Dag.